ijsliefhebbers in Lokeren kennen Mili Hoevezuivel en ook ik ben verzot op ijsjes. Hallo, dag Isabel. Hallo, welkom. Hey. Welkom in onze zaak. Dankjewel. Blij dat jullie er zijn. Mili Hoevezuivel, welke producten verkopen jullie allemaal? Ons hoofdproduct is ijs, dus dat is sowieso iets waar we het meest mee bezig zijn. En voornamelijk de ijstaarten, omdat de mensen hier bij ons alle ijstaarten op maat kunnen bestellen. Maar aangezien dat we na 20 jaar toch al wel wat veranderd zijn, hebben we ons eigenlijk vervolledigd met het Hoevezuivelgamma. En we verkopen ook meer dan 100 ambachtelijke kazen, zowel vanuit België, Frankrijk, Italië als Spanje. Ja. We maken ook verschillende soorten melkdessertjes, als ook verse karnemelk. Ja. En mensen kunnen niet alleen hier terecht voor jullie producten? In onze eigen winkel hebben we uiteraard het grootste assortiment. Maar sinds enkele jaren maken wij ook kleine ijskoepjes voor Oké van Colruyt. En een van jullie grootste troeven is dat jullie zelf jullie melk produceren. Dat klopt. Dus hier achter onze winkel hebben wij een melkveebedrijf dat reeds de vijfde generatie is gestart nu. Als je wil, kunnen we eens gaan kijken. De koeien hebben net eten gehad. Oké, heel goed. Kom maar mee. Hoeveel koeien hebben jullie? We hebben ongeveer 150 dieren in totaal. En dit is eigenlijk een heel mooi beeld. Echt wel. Ze hebben net eten gekregen. Wij genieten hiervan. Ja. En jouw man die is verantwoordelijk voor de koeien? Dat klopt. Hij zorgt eigenlijk voor het reilen en zeilen op het melkveebedrijf samen met zijn vader. Want wij zijn de vijfde generatie hier op deze boerderij. Ja. Mijn schoonmoeder die is wel ongeveer 20 jaar geleden gestart met de ijsbereiding. En wij hebben de kans gekregen om dat in 2011 over te nemen. Als je wil, kan ik je eens tonen hoe dat we ons ijs maken. Ja, heel goed. Kom maar mee. Oké. Kom maar mee hoor. Dat is onze ijsturbine. We gaan op deze moment vanille draaien. Dus we doen er eigenlijk onze vloeibare mix in. En het toestel gaat draaien en koelen tegelijkertijd. Ja. En wanneer het min 8, min 9 graden is, dan is het klaar om verwerkt te worden. Voilà, we zijn vertrokken. Als je wil, kan je eens een kijkje nemen binnenin. Oké. Kijk, hier kan je eigenlijk kijken in de turbine. De wand aan de zijkant koelt en het ijs begint te bevriezen. Ja, het ruikt ook heel lekker, hè? Ja, hè? Ja. Wat zit er in die mix dan? Wij vinden het heel belangrijk dat we met allemaal natuurlijke producten werken. Dus uiteraard onze eigen melk, hè? Heel belangrijk. Er zit suiker in, echte vanille, heel erg belangrijk. En dan een boter of room voor het vetgehalte omhoog te brengen. En dan uiteraard een goed bindmiddel en een emulgator die ervoor zorgt dat we een stabiel product hebben. Oké. Okay. Ja, nu even wachten en dan is het ijs klaar. Ja, ongeveer 10 minuutjes wachten en dan kunnen we proeven. Oké, okay, goed. Dat gaan we doen. Ja. Als je wil kunnen we nu eens bij Werner kijken. Ja. Hij is enkele taarten van ons aan het afwerken. Dit is een ijstaart met frambozenkoelie erbovenop. En zoals je ziet werken we altijd met vers fruit. Ons logo staat er iedere keer mooi op. En met chocolade. Alles wat dat op de taarten ligt, kan altijd opgegeten worden. Ja. En al de taarten die de klanten bij ons bestellen, kunnen ze op maat bestellen. Dus ze kiezen eigenlijk de binnenkant van de taart, de grootte van de taart en de buitenkant van de taart. En ook kindertaarten. Dat klopt, ja. Dat zijn enkele voorbeeldjes, maar die kunnen uiteraard op de website gezien worden, omdat ons gamma al zodanig groot is. Kunnen de mensen daarop kiezen. Ook naar de feestdagen toe gaan wij een heel uitgebreide folder hebben waar de mensen meer dan 16 verschillende speciale taarten gaan hebben en dan ook nog heel veel verschillende ijsbusjes waar ze opnieuw de binnenkant, de buitenkant kunnen kiezen naar keuze. Kijk, ondertussen is het ijs klaar en Annelies die zal het ijs afvullen voor de winkel. En de rest van het ijs zullen we dan gebruiken voor litertjes af te vullen voor in potjes. Wat denk je? Zin om te proeven? Ik ben er al de hele tijd op aan het wachten. Kom. Alsjeblieft. Dank je wel. Proeven, hè. Vers van de pers, hè. Echt lekker. En ik eet veel ijs, dus ik ken er wat van. Heel lekker. Dat is topkwaliteit. Echt wel.
Isabel, bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. Jullie zijn bedankt. Ja. En als je op zoek bent naar een lekker en eenvoudig dessert voor de feestdagen, dan ben je bij Millie Hoevenzuivel aan het juiste adres. Het is echt heerlijk.